Ja, natuurlijk Vizier weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Jawel, zondag lekker de Q&A natuurlijk. Vind je dit nou een toffe serie? Vergeet dan niet een blauw duimpje natuurlijk achterlaten, want dat helpt in ieder geval. Hopelijk halen we weer de 200 likes. Moet eigenlijk wel makkelijk kunnen, hè, voor zo'n serie als dit. Hè. Deel nummer 37 in ieder geval. Heb jij nog een vraag? Laat het achter bij de comments. De gameplay, dat is ook wel handig natuurlijk. Gameplay is van mijzelf. En heb jij natuurlijk gameplay die ik kan gebruiken, mag je het opsturen naar mij. WeTransferen. Dat is een website waarbij je bestanden tot 2 gig kan versturen. En dan moet je gewoon ter attentie van mijn mailadres doen. En dat is visionator89@gmail.com. En dan gebruik ik jouw gameplay in de Q&A. En ik had een beetje weinig gameplay. Tenminste, ik had een hele lange gameplay. Daar kon ik eigenlijk weinig mee. En ik had wat gameplay die eigenlijk te kort is. Ik moet eigenlijk gameplay hebben van ongeveer 10 tot 14 minuten. Zeg maar daar een beetje tussenin. Dan weet jullie dat in ieder geval. De gameplay in ieder geval. Ja, is dus voor mij. Ik speel hier trouwens op de map Bakara. En ik haal hier geen Moab. Want ik faal hier fucking enorm. Ik switch zo meteen over naar mijn Blind Eye 6e klasse. Ik speel trouwens op mijn tweede account. Dus ik heb eigenlijk niet alles unlocked op dat account. Ik switch dus en vervolgens faal ik enorm, want ik heb een stinger op mijn rug. Heb ik geen secondary, ga ik dood op een 23 stick, eigenlijk omdat ik geen kogels meer heb. Heel slim. Oké, dus niet spelen met een stinger. Oké, de eerste vraag van Frank Heres. Nice video, Fish. Wat vind je van de zombies van Black Ops 3? En wat vind je algemeen over die game mode? Nou, Black Ops 3 zombies heb ik niet gespeeld natuurlijk. Maar het ziet er wel tof uit. Video's die ik heb gezien op andere YouTube kanalen natuurlijk. Zombies over het algemeen vind ik wel leuk trouwens dat het erin zit en zo. Maar ik vind het wel echt een bijzaak, zeg maar. Want het probleem is namelijk gewoon dat ik, zeg maar, als ik Call of Duty speel, speel ik echt voor de multiplayer. En ik vind bijvoorbeeld de singleplayer, ik vind het leuk dat erin zit, hè. Singleplayer, zombies en zo. Maar het is voor mij, ja, het is zoiets van, nou, als het er niet in zou zitten, zou ik het niet heel erg vinden als ik eerlijk ben. Ik vind, ja, gewoon online, daar koop ik eigenlijk gewoon Call of Duty voor. Lekker online knallen natuurlijk. En ook uploaden natuurlijk op YouTube. Dus ja, op zich. Weet je, het is leuk om een keertje te doen. Weet je, maar met een groepje. Misschien een keertje uploaden en zo. Maar je kan het niet ook achter elkaar doen, zeg maar. Het is gewoon elke keer hetzelfde voor mijn gevoel. En dat, weet je, dan verveelt het voor wat. Volgende vraag van iets. Het is gewoon Eersa. Q&A, zou je nog kinderen willen? Je mag mij en Roos adopteren. Nou, jullie zijn toffe fans en dat vind ik altijd leuk om te zien natuurlijk. Dus het zou cool zijn als ik zulke kinderen ooit zou kunnen krijgen, zoals jullie natuurlijk. Ik heb helaas geen kinderen. Ik ben wel ooit een keertje voor kinderen gegaan trouwens, met mijn ex-vrouw. Maar er is niet van gekomen. Misschien uiteindelijk goed. Al denk ik dat, ja, dat niet in de weg moet staan voor je liefde voor kinderen, zeg maar. Maar ik zou best wel kinderen willen, ja, inderdaad. Ik moet wel eerlijk zijn dat ik er liever zeg maar één zou willen hebben. Eén kind. Want ik wil in principe gewoon een kind gewoon voldoende aandacht geven. Voldoende materiële dingen geven. En dan heb ik er meer eigenlijk ook niet echt materiële dingen. Ja, ook eigenlijk, dat is wel belangrijk eigenlijk. Maar aan de ene kant is het belangrijk, niet alles, zeg maar. Het is een beetje moeilijk te vertellen. Maar wat wel belangrijk is, wel goed, dat is gewoon je opleiding krijgen natuurlijk. En later een rijbewijs hebben, dat soort dingen. Dat ze gewoon lekker een goede start kunnen maken. Voordat ze ook, zeg maar, de grote mensenwereld ingaan. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dus op zich zou ik best wel kinderen willen hebben. Moet ik wel weer een vriendin hebben. En die dat ook wil natuurlijk. Dus ja, op zich, nou ja, wie weet, hè. Volgende vraag van Laurens Dikolopoulos. Q&A, neem je video's van tevoren op en zolang van ja, van hoe lang van tevoren? Ik neem wel eens series op, niet dit soort series trouwens, want dit soort series Q&A, dat neem ik gewoon ter plekke op, zeg maar, dat het gewoon echt op de dag zelf is, zeg maar. Maar er zijn wel series die ik van tevoren opneem, zoals een Road to serie. Dan zit ik meestal in een lobby en dan neem ik liever een paar afleveringen op, weet je, omdat je het ook een beetje in de game zit, zeg maar. En dan speel je altijd wat lekkerder, zeg maar. Kijk, als ik moet elke keer switchen van game en elke keer opnieuw moet gaan opnemen, dan zit ik helemaal niet in die game. Dan ga ik ook helemaal niet goed en dan is het eigenlijk niks aan. Je moet altijd een paar potjes spelen. Tenminste, ik heb het in ieder geval wel nodig, zou ik zo zeggen. Ik heb een paar potjes nodig voordat ik pas echt een beetje in die game zit en zo. En dan, ja. Ja.
dan neem ik een paar achterhaal. Moet ik zo zeggen. En je moet ook wel een hobby hebben die een beetje lekker is en zo. Je moet altijd wel een beetje leuke gameplay hebben om te uploaden. Je kan wel ook een negatief uploaden. Wat iedereen wel eens een keertje gaat. Maar ja, de mensen, eerlijk, mensen kijken daar gewoon liever niet naar. Volgende vraag van Sam Pelgrim. Nice fit, Vis. Mijn vraag, als je geen skill-based matchmaking... Als er geen skill-based matchmaking in Advanced Warfare zou zitten... Zou je dan meer uploaden? Of vind je gewoon de hele game kut? Kijk eens, like. Kut. Ja. Het is... Het jumpen, dat maakt me toch wel een beetje freaky erin. En het skill-based matchmaking is gewoon echt gewoon... Pure shit. Ik kan er echt weg aan. Dat heeft heel echt... Ik denk dat het wel, is dat zo zeggen, het heeft 75%, en geen geintje, is dat 75% voor mij Advanced Warfare verknald. Het zijn mensen die het leuk vinden en zo, maar wij als YouTubers zijn, dan wil je gewoon wat gameplay uploaden. En daar kun je niet aankomen met 30-30, weet je. En natuurlijk zijn er mensen die vinden het niet erg om te kijken, maar het grootste gedeelte vindt dat niet leuk. En het speelt ook niet leuk trouwens. Ik vind het leuker als ik online speel en de ene keer speel ik tegen tegenstanders die beter zijn dan mij. Daar leer ik al van. Dan soms lekker mensen die lekker movie zijn. Dat je lekker relaxed kan gamen. Weet je, lekker alles kan halen. En soms dat je een potje hebt, weet je. Soms een wedstrijd hebt waarbij je op het laatste zegt van... Weet je, wat fuck it, mijn score. Ik ga toch nog voor de overwinning. Terwijl je eigenlijk heel vaak die overwinning niet zo heel veel boeit. Maar op dat moment wel, omdat je dan in die wedstrijd zit. En dan wil je wel voor die overwinning gaan. Dus ik vind het gewoon skill-based matchmaking. Meh, niet meer doen. 75% zeker weten van Advanced Warfare is knald. En het jumpen zelf vind ik ook helemaal niks aan trouwens. Dus ja. Volgende vraag van Thomas Fischer. Q&A. Zou je een nieuwe vrouw of vriendin willen? En zo ja, zou je dan kinderen willen? Nou, dat heb ik net natuurlijk beantwoord. Dus, maar in ieder geval, ik zou best wel een nieuwe vriendin willen hebben natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Dat, een vrouw is misschien een beetje meteen radicaal. Ik ben vorige keer getrouwd na 9 maanden. Dat ga ik zeker weten niet meer doen. Dus we gaan het gewoon zien. Ja toch? In doen. Sydney. Q&A. Wat is je favoriete Call of Duty? De mijne is Black Ops 1. Nou, Sydney. Ik kan best voorstellen dat het Black Ops 1 is. Dat betekent dat je waarschijnlijk toch wel een tijdje Call of Duty speelt. Want Black Ops 1 is natuurlijk 6 Call of Duty of zo geleden. 5, 6 Call of Duty geleden. Nee, mijne is natuurlijk gewoon MW3. Dat weten mensen al. Ik weet misschien dat je natuurlijk nieuw abonnee bent. Maar mijne is echt MW3. Gewoon door middel van de MOAB en dat soort dingen. Ik weet niet, ik vind het gewoon super tof om Call of Duty MW3 te spelen. En het blijft leuk. Ja, het is nu alleen verneukt helemaal door, zeg maar, door de hackers en zo en alle dingen. Maar het blijft gewoon mijn favoriete Call of Duty. Volgende vraag van S. Cho. Wat vind je van boerenkool? Boerenkool. Nou, boerenkool vind ik nog eens wel heel erg goed, weet je dat? Ik vind bijvoorbeeld echt spruiten, vind ik echt. Ja. En bloemkool. Maar boerenkool kan ik nog wel eten. Boerenkool lekker natuurlijk met de worst erbij natuurlijk. Dus dat vind ik op zich nog wel een redelijke groente. Ik ben gewoon van de broccoli. Ik vind broccoli echt lekker. Oh, en trouwens ook lof salade dan, hè. Niet lof, ook lof. Maar wel lof met ham en kaas bijvoorbeeld uit de oven. En lof salade, dat vind ik echt lekker. Dat is nog gezond ook nog voor je. Ja. Super lekker. Volgende vraag van RewinaBoys076, je weet zelf. Q&A, welke telefoon vind je tot nu toe het beste? # fiscale kopie. Nou ja, kale kopie is bijna weg natuurlijk, maar dat moet weer bijgeknipt worden. Wat ik zelf persoonlijk het beste vind is gewoon de Samsung eigenlijk wel. Gewoon, zou ik zo zeggen, als er maar Android op zit. Ik vind Android gewoon een geweldig besturingssysteem en je kan er gewoon heel veel mee doen en zo. Misschien wel leuk trouwens om te weten dat we een app hebben, Paul en ik samen. Waarbij je die je kan downloaden op je mobiel en zo. En dan kun je zien wanneer wij uploaden en zo. Tenminste, wanneer wij geüpload hebben, dan krijg je een melding ervan op je mobiel. Hartstikke handig natuurlijk. Hè? Dus, maar Android systeem vind ik gewoon het beste. Dus eigenlijk alle telefoons met een Android. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ik heb zelf een Samsung. Volgende vraag van Ries Benjamins. Q&A. Ben je nog van plan een huis te kopen? Nice man, video, man, je verdient meer subs. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, dat heb je nou niet altijd voor het zeggen. Ben je van plan een huis te kopen? Nou, niet te kopen. In ieder geval, ik sta ingeschreven natuurlijk gewoon bij de woningbouwvereniging. Voor een huurwoning. En dan in ieder geval lekker even op mijn helft wonen. Maakt niet uit voor 2,
geen kamerfletje is of een woning, weet ik veel wat het is. Maar in ieder geval niet meer dat ik thuis woon natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk pure nood. Al gaan mensen er om haten. Hè. Die gaan er om haten dat ik thuis woon. Oké. Okay. Die weten dus mijn hele situatie niet. Die weten helemaal niet wat er gebeurt. Maar oké. Dat mag je denken. Vrij land, hè. Nederland, hè. Is een vrij land. Maar in ieder geval, dus geen huis kopen, maar wel een... Een huis te huren in ieder geval. En daarvoor ben ik druk aan het zoeken natuurlijk. Ik moet nog even ingeschreven zijn. En dan hoop ik in ieder geval met een paar maanden misschien al een eigen woning te hebben. Gameplay is hier weer over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden toch nog. Geef natuurlijk een duimpje omhoog. En zorg voor gameplay, hè. WeTransfer namen. Link staat in de beschrijving. Namen WeTransfer. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. Later.